Goedemorgen allemaal. Welkom bij de presentatie van de opleiding Technische Natuurkunde. Mijn naam is Roel Smit en ik ben de directeur van de opleiding Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Ik zal jullie vandaag een presentatie geven over de opleiding. Dat zal ongeveer het eerste half uur van deze bijeenkomst zijn. En daarna geef ik het woord aan Marianne de Gier, een student bij ons in de opleiding. En die zal vertellen wat haar ervaringen zijn als student aan de opleiding. En daarna hebben we een periode waarin we de vragen van jullie kunnen beantwoorden. Stel die vragen vooral, dat kan via de Q&A, die kan je vinden op je beeldscherm. Daar kan je je vragen intypen en dat kan gewoon tijdens de presentaties en die behandelen we tijdens dat onderdeel van het programma. En daarna krijgen jullie een voorbeeldcollege van Ron Haaksman en Aurel Adam. Die zullen laten zien hoe typisch de ervaring is als je een natuurkundecollege krijgt. Ondertussen hebben we ook voor de vragen Hidde de Bos. En dat is een student die de studie natuurkunde combineert met de studie wiskunde. Dus die kan daar ook specifieke antwoorden over geven. Als er vragen over zijn. Goed, beginnen we met mijn presentatie over de opleiding. De opleiding Technische Natuurkunde. En ik heb het de ondertitel Fundamenten van de Techniek van de Toekomst gegeven. Want dat is eigenlijk waar je als natuurkundige aan werkt. Je bent bezig met de onderliggende fundamenten die uiteindelijk leidt tot de techniek van de apparaten die we in de toekomst gaan gebruiken. Dit gebouw ken je wellicht. Dit is de grote bibliotheek van de Universiteit Delft. En hierachter, dit gebouwtje hier, dat lagere gebouw, dat is het gebouw van natuurkunde. Daar zal je in je eerste jaar je practica doen. Dus laten we eens kijken. Wat gaan we daarmee behandelen? Ten eerste ga ik jullie een introductie geven over de studie. Ik ga vertellen hoe die studie er typisch uitziet. Ik geef je een overzicht van de inhoud, welke vakken krijg je allemaal. Ik vergelijk de studie met andere opties die je wellicht hebt om te gaan studeren. En daarna kijk ik even met je wat zoal de volgende stap kan zijn die je kan zetten in je proces om tot de juiste studie te komen. Goed, eerst een introductie dus van de studie. Dit is de ingang van ons gebouw van Technische Natuurkunde. Als je op je eerste dag naar binnen zou lopen, wat kom je dan zoal tegen? Nou, ten eerste, je bent een van ongeveer 250 eerstejaars. Dat is het aantal eerstejaars wat we de afgelopen jaren ongeveer hebben. En ongeveer 18% daarvan zijn meisjes. En we willen graag dat dat percentage stijgt. 200 studenten kiezen natuurkunde als enige opleiding. Maar 50 van die groep kiezen daarvoor om naast de studie natuurkunde ook een studie wiskunde te doen. Dat is een heel zwaar programma, maar daar zal ik verder vandaag wel op ingaan. Dan is het typisch een opleiding waarbij je niet kiest voor een bepaald beroep. Het is niet dat je kiest om arts te worden of advocaat, maar je kiest ervoor om een bepaald onderwerp heel goed te doorgronden. En dan daarna zie je wel wat je ermee gaat doen. Dus wat we behandelen is heel veel algemene natuurkunde en wiskunde. We kijken ook naar technische toepassingen. We kijken wat voor ontwerpen je daarmee kan maken, wat je ermee kan onderzoeken, hoe je het kan toepassen. En we hebben vooral heel veel aandacht voor hoe je een goed onderzoek opzet en hoe je daarbij de juiste vragen stelt en uitwerkt. Al die lessen vinden in principe in het Nederlands plaats, maar ik moet erbij opmerken dat sommige boeken, veel boeken, en soms ook colleges wel in het Engels worden gegeven als dat beter is, omdat degene die het lesgeeft dat makkelijker in het Engels doet dan in het Nederlands. Ik moet erbij vertellen dat dit wel een zware en intensieve studie is. Dat blijkt al uit het rooster, want we roosteren per week 40 lesuren in. Dus je bent van maandagochtend tot vrijdagmiddag altijd volledig ingeroosterd. Maar de bedoeling is dan wel dat je daarbuiten als gemiddelde student je avonden en je weekenden vrij hebt en daar dus bezig kan zijn met verbreding en andere interesses die je hebt. Daarnaast is er een half jaar de tijd waarin je een minor doet. Dat is puur keuzeonderwijs. Daarin kan je kiezen wat je doet. Je kan je dan verbreden bij een andere opleiding en je kan ook kiezen om naar het buitenland te gaan. Prima. Nou, we zijn binnen het gebouw. Je weet ongeveer hoe de groep eruit ziet. Wat doe je dan? In dat gebouw zal je ongeveer 40% van je tijd zitten in de grote collegezaal. Dan zit je dus samen met die 250 eerstejaarsstudenten. Er staat een docent voorin en die staat het verhaal te vertellen over hoe het vak in elkaar zit. Die laat daarbij experimenten zien, die doet berekeningen voor, die doet computersimulaties en die laat je het vak begrijpen. Ongeveer 40% van de tijd ga je dat vak toepassen in opgaven sommen. Waarin je met kleine groepjes studenten probeert beter te begrijpen hoe de stof in elkaar zit. En dat zie je hier, is een grote zaal,
met tafels waar je typisch met een groepje van 5 of 6 studenten samen zit en met elkaar probeert om beter te begrijpen. En als je er dan met elkaar even niet uitkomt, dan roep je een assistent en die komt dan uitleggen of die komt je helpen. Ongeveer 10% van je tijd ben je in het laboratorium en probeer je die stof toe te passen in onderzoek. Aan het begin leer je hoe je dat onderzoek opzet. Later gaat dat steeds meer over het onderzoek zelf. En de laatste 10% die werk je in groepjes aan het ontwerpen. Want een natuurkundige ontdekt iets heel nieuws, onderzoekt het zelfs nieuws. Meestal bestaat de apparatuur om dat onderzoek te doen, bestaat nog niet. En die moet je zelf ontwerpen. Dus dat moet je ook leren. En dat is een deel van de opleiding hier, de natuurkundeopleiding in Delft. Goed, nu is het nog altijd corona. Het is heel triest, maar het is iets waar we rekening mee moeten houden. En mocht het nog het geval zijn dat we vanaf 1 september nog altijd maatregelen hebben, dan is het goed mogelijk dat vooral dat bijeenkomsten van 250 studenten in één grote zaal worden vervangen door lessen waarbij je met de computer werkt. Maar we proberen natuurlijk als opleiding zoveel mogelijk de ruimte te nemen die de regering ons biedt om gewoon op campus les te kunnen organiseren en onderwijs te kunnen verzorgen. Prima. Dat als algemene introductie van hoe je studie eruit ziet en hoe dat eruit ziet als je hier door het gebouw loopt. Als we dan naar de inhoud kijken, wat zijn de vakken die je kan verwachten als je een opleiding natuurkunde kiest? Nou, dit is het grote overzicht van het eerste jaar. Ongelooflijk veel informatie op één slide, dus laten we er even rustig doorheen lopen. Wat je hier op de horizontale as ziet, zijn de weeknummers van de periodes. Dat zijn dus in totaal 40 weken. Dus hier zitten we op 1 september aan het begin van je eerste studiejaar. En dit is eind juli aan het einde van je eerste studiejaar. En dit zijn al die vakken die je gaat doen. Dus aan het begin heb je een vak mechanica, golf en optica. Dat duurt 4 weken. En dan heb je een toetsweek. En tegelijkertijd heb je een wiskundevak. Dat heet analyse 1a en een inleidend natuurkundig practicum. Nee, je ziet in de kleuren gecodeerd wat voor vakken het zijn. Dus aan de bovenkant zie je een brede balk natuurkundevakken. Dus je krijgt de hele tijd een stevige hoeveelheid natuurkunde in je pakket. En daarnaast zie je hier een brede paarse balk en dat is de wiskunde. Dus je ziet dat je vooral in het eerste jaar ook heel veel wiskunde krijgt. Dat is noodzakelijk, want wiskunde is de taal waarin natuurkundigen zich uitdrukken. Die moet je volledig beheersen. En dan zie je in het tweede jaar vooral wat andere kleurtjes ontstaan. Hier in het eerste half jaar het natuurkundig practicum en in het tweede half jaar ook wat vakken die meer in de techniek gaan kijken en in het ontwerpen. En daarin wil ik even één vak uitlichten, dat is dit vak, Design Engineering for Physici. Dat krijgen jullie van Rolf Hutt en dat is iemand die zegt, eigenlijk vind ik dat ik natuurkunde pas begrijp als ik het ook kan maken, als ik het kan zien en als ik het kan aanraken. En onder zijn begeleiding leer je dus ook kleine opstellingen maken waarbij je natuurkundige effecten kan illustreren en later kan onderzoeken. Daar leer je dus echt gewoon een natuurkundige opstelling ontwerpen en bouwen en er dan vervolgens mee meten. Hoe ziet je week er dan uit? Nou, ik pak even het eerste blok, dat is dus het eerste stukje uit het schema wat ik net liet zien. Dan heb je het vak mechanica, golf en optica. Dat is een soort algemene introductie van alle belangrijke onderdelen van de natuurkunde. Dat krijg je gedurende de eerste 4 weken. En dat bestaat dan uit 8 uur per week hoorcollege. Dus 8 uur per week zit je in een grote zaal met alle 250 eerstejaars studenten samen. En krijg je uitgelegd hoe die stof in elkaar zit. Daarnaast heb je 8 uur per week werkcollege, waarin je met die kleine groepjes samen om de tafel zit om opdrachten te verwerken, om de stof beter te begrijpen. En kan je ze nu dan, als je hulp nodig heeft, even assistentie inroepen van een studentassistent. Dat is dus 16 uur per week die je bezig bent met dat vak. Het is dus echt geconcentreerd. Daarnaast heb je je vak analyse 1a. Dat is je wiskundevak in het begin. En ook dat vak bestaat uit 8 uur werk hoorcollege in de grote zaal van de wiskundedocent. En 8 uur per week werkcollege met elkaar waarbij je sommen en opdrachten probeert te maken. En dan hou je nog 8 uur per week je inleidend natuurkundig practicum in het laboratorium. Waar je leert met opstellingen te meten. Waar je leert onderzoek in te richten en uit te voeren. En dan heb je 40 uur per week geroosterd staan. En dat is gewoon maandagochtend tot vrijdagmiddag. Dus zo ziet je week eruit. Intensief. Maar het voordeel is gepland. En daarbuiten kan je dan je eigen dingen doen. In het tweede en derde jaar
Dus veel te veel informatie voor één slide. Het gaat ook niet om de details hier, maar alleen om het algemene beeld. In het tweede en derde jaar ziet je studie er zo uit. En wat je ziet is dat de groene lijn van de algemene natuurkunde nog steeds duidelijk aanwezig is. Dus je krijgt gedurende je hele studie natuurkunde. Maar die paarse lijn wiskunde, die wordt minder en minder belangrijk. Op een gegeven moment kan je alle wiskunde die je nodig hebt als natuurkundige. En dan houdt dat op en dan wordt die lijn eigenlijk vervangen door technische natuurkunde. En dat is wat ik hier in rood heb aangegeven. Overigens zie je hier ook dat half jaar keuzeonderwijs waarin je bijvoorbeeld naar het buitenland kan of een andere opleiding een half jaar kan volgen. Wat is nou het verschil tussen dat groene natuurkunde en dat rode natuurkunde? Algemene natuurkunde en technische natuurkunde. Algemene natuurkunde heb ik omschreven op deze slide. Een algemeen natuurkundige, een voorbeeld daarvan is Van der Waals. Van der Waals heeft de gassen bestudeerd, de thermodynamica van gassen. En die kwam met de algemene gaswet. PV is NRT, die kennen jullie van de middelbare school. En Van der Waals kwam erachter dat je die formule een klein beetje kon aanpassen. En dat hij dan veel beter beschreef hoe een gas zich omschreef. Dit is de Van der Waals formule. Dus wat die man doet, is die gaat achter een bureau zitten. Die gaat wiskunde onderzoeken. En die gaat nadenken over het gedrag van atomen. En die probeert dat te modelleren en die komt op nieuwe formules. Dat is algemene natuurkunde. Een diep wiskundig natuurkundig begrip van fenomenen. Maxwell heeft dat bijvoorbeeld voor de elektromagnetisme gedaan. En je ziet hier de wiskunde die daarbij hoort. Als het goed is, kan je die nu nog niet lezen. Misschien wel. Dat zou verrassend zijn, want dat verwacht ik niet. Want dit soort wiskunde heb je op de middelbare school nog nooit gezien. Maar die wiskunde krijg je bij ons in de opleiding. Maar uiteindelijk staan hier wiskundige formules en die beschrijven met elkaar precies hoe elektromagnetische velden zich gedragen. Dat is dus algemene natuurkunde. Kijk je naar technische natuurkunde, dan kan je exact diezelfde twee onderwerpen nemen. Kamerlingh-Onnes is een voorbeeld van een natuurkundige die theorie van Van der Waals heeft gebruikt. Die dacht, hey, als ik nou een mooi apparaat maak waarmee ik gassen afkoel, dan moet ik ze dus vloeibaar kunnen maken volgens de theorie van Van der Waals. Dat heeft Kamerlingh-Onnes gedaan. En zoals jullie wellicht weten, heeft Kamerlingh-Onnes daardoor uiteindelijk de supergeleiding ontdekt. En dat is een voorbeeld van technische natuurkunde. Je gebruikt het begrip van de algemene natuurkunde en de formules om dingen te ontwerpen, te bouwen en dan uiteindelijk daarmee nieuwe natuurkunde te ontdekken en te leren begrijpen. Dat kan je ook bij de elektromagnetisme doen. Voorbeeld daar is Faraday. En Faraday heeft die kennis van de elektromagnetisme gebruikt om de eerste dynamo te maken. Dus de eerste apparaat wat mechanische energie omzet in elektrische energie of andersom. Iets wat we tegenwoordig in alle opladertjes en apparaatjes doen, wat heel normaal is geworden. Maar toen was dat heel erg vooruitstrevende technische natuurkunde. Uiteindelijk, de volgende stap zou dan zijn om dat te gaan toepassen. Dus je ziet, een onderwerp is niet algemeen of technisch, maar je kan een onderwerp algemeen bestuderen, technisch bestuderen en je kan er een toepassing bij gebruiken. Elektromagnetisme, Maxwell is de algemene beschrijving, Faraday gaat naar de toepassing, daar heeft hij een dynamo van gemaakt. En vandaag de dag zijn onze studenten van de TU Delft bezig met de zonneauto om dat helemaal toe te passen in een wedstrijd om te kijken hoe je die zonneauto zo goed mogelijk kan laten rijden. Van algemene natuurkunde dus via technische natuurkunde, toegepaste natuurkunde. Dat is dus een lopende lijn. Maar je kan wel ongeveer zeggen dat elk onderwerp wat we in de natuurkunde bestuderen zich ergens bevindt. Bijvoorbeeld zwarte gaten. Ja, zwarte gaten, daarvan weten we dat ze bestaan. Maar we kunnen ze niet maken in een laboratorium en we kunnen niet zomaar even bedenken van we gaan met een zwart gat dit of dat doen. Dus het is een onderwerp wat in de wiskunde valt. Heel veel van de wiskunde van die zwarte gaten is nog niet helemaal uitgewerkt. En ook in de algemene natuurkunde, want de formules en de natuurkundige beschrijving moet duidelijk worden. Maar het zit nog niet in de technische natuurkunde. We kunnen het niet maken in het lab, we kunnen het niet meten. Nou, quantum computers, dat begint al wat technisch te worden. Want je weet hier in Delft, waarschijnlijk weet je, hier in Delft zijn we bezig om kleine quantum computertjes te maken om te kijken of dat al lukt. Dus de natuurkunde daar is al beter bekend, maar wat je daar nou precies mee kan doen is nog wat minder bekend. En zo kan je steeds meer naar de toepassing kijken. En ik heb helemaal op de rechterkant de elektromotor gezet. Daarvan weten we zo langzamerhand wel hoe de natuurkunde werkt. Maar de vraag is, hoe kan je de volgende elektromotor zo goedkoop mogelijk en zo lang mogelijk leven geven? Nou,
Helemaal links zit de wiskunde en via algemene natuurkunde, via technische natuurkunde, ga je naar toegepaste natuurkunde lopen. Delft natuurkunde zit dus in dit gebied, hier zo. Niet in zwarte gaten, maar wel over kwantumcomputers tot grafeen, misschien lithiumbatterijen en dan, als we verder naar rechts gaan, als het echt gaat om hoe kunnen we het zo goedkoop mogelijk produceren, dat zijn vragen die we hier bij natuurkunde niet meer stellen. Dit zijn typische vragen die je daarbij kan voorstellen. Helemaal links staat, bestaat een zwart gat eigenlijk wel? Daar zijn we wel redelijk van overtuigd. Maar bestaat de magnetische monopool? Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar dat is echt een vraag momenteel, weten we niet zeker. Als het wat technischer wordt, ga je dingen vragen als welke eigenschappen heeft het? Welke eigenschappen heeft een quantumcomputer? Welke eigenschappen heeft een Majorana-deeltje? Nog wat technischer, wat gebeurt er als ik een Majorana-deeltje hier via dit kanaaltje laat lopen en ik laat dat interfereren met ik weet niet wat, wat gebeurt er dan? Typische Delftse vraag van de natuurkundeopleiding hier. Als je nog wat toepassingsgepaster gaat kijken, hoe zorg ik ervoor dat mijn batterij goedkoper wordt of mijn batterij een langer leven krijgt of een hogere opbrengst? En helemaal toegepast, hoe maak ik betaalbaar dat? En hoe kan ik het in massa produceren? Goed, we zitten dus ongeveer hier met de opleiding. Als je dat dus vergelijkt met andere opleidingen, wat krijg je dan als overzicht? Nou, als we kijken naar de natuurkundeopleiding hier in Delft, dan bestaat die, als je hem in delen verdeelt, ongeveer uit 34% van de tijd algemene natuurkundevak. Waarbij je dus echt leert beschrijven hoe de natuurkunde werkt van elektromagnetisme, van golven, van kwantummechanica en al die onderwerpen. Ongeveer 16% van je tijd ben je bezig met technische natuurkunde. Dan gaan we dus kijken naar, maar hoe kan je dat toepassen? Wat kan je ermee doen? Wat gebeurt er als ik dit laat botsen met dat? Of als ik op dat ga proberen in een slinger of weet ik veel. 18% van de tijd ben je bezig met wiskunde. Dan moet je gewoon leren hoe die wiskunde in elkaar zit. Want die wiskunde heb je nodig om je natuurkunde te kunnen beschrijven. Want dat is je taal. Een heel klein taartpuntje, maar een belangrijk taartpuntje. 4% ben je bezig met, wat is mijn effect van mijn natuurkunde in de economie en met de maatschappij? En hoe kan ik daarmee bezig zijn? Bijvoorbeeld patenten, als ik dat ooit wil aanvragen, hoe werkt dat? Of hoe werkt het met regelgeving of met veiligheid? 8% van je tijd ben je bezig met ontwerpen. Dan ga je dus echt kijken, hoe kan ik een opstelling bouwen? En die ga je ook zelf bouwen. Waarmee je iets kan meten, waarmee je iets kan ontdekken, waarmee je iets kan illustreren. En 20% van je tijd ben je bezig met onderzoek, praktica en projecten waarbij je leert een onderzoek uit te voeren, op te zetten, de juiste vragen te stellen en die goed te beantwoorden. Dat is het overzicht van Natuurkunde Delft. En als je dat vergelijkt met andere opleidingen, dan zie je natuurlijk als eerste een heel belangrijke keuze die jullie kunnen maken is om Natuurkunde in Leiden te gaan studeren. Dus wat is het verschil tussen Delft aan de ene kant en Leiden aan de andere kant? Nou, in Delft kijken wij naar onze natuurkunde op een manier dat we er willen problemen oplossen. We willen echt leren om die natuurkunde te gebruiken en daar problemen mee op te lossen. Dat kunnen tamelijk algemene problemen zijn, fundamenteel, waarbij we natuurkunde beter willen begrijpen. Maar altijd houden we daarbij in de gaten, wat kan ik ermee? Kan ik er iets mee bouwen? Kan ik er iets mee toepassen? Kan ik iets slims doen waardoor ik er een nieuw product mee ontwerp? Kan ik er iets handigs mee? Terwijl bij Leiden is de vraag gewoon fundamenteel en nieuwsgierig gedreven. Gaat er niet direct om dat ik er wat mee kan bouwen. Het gaat er vooral om, leer ik die natuurkunde meer begrijpen. Dus in Delft, omdat je zoekt naar die toepassing, is het ook belangrijk om dat te kunnen bouwen, te kunnen ontwerpen. En dat doe je vaak in een team van mensen. Want iets in je eentje bouwen, dat is heel lastig. Meestal moet dat met meerdere. Dus je moet met die mensen leren samenwerken. Dus dat doen we in Delft. We werken juist in groepjes vaak samen ergens op. In Leiden is dat veel minder en is de focus meer op zelfstandig werk. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 25%, dat is dus niet de meerderheid, maar een kwart van de studenten in Delft, uiteindelijk dan toch een andere masterstudie gaat doen, zoals bijvoorbeeld duurzame energie of medische technologie, waarbij ze de natuurkunde echt gaan toepassen in een bepaald vakgebied. Terwijl in Leiden de grootste deel van de studenten echt kiest om door te gaan in die natuurkunde, omdat het daar is waar ze het zoeken. En bij Delft is het vaak zo dat studenten na hun master vervolgens het bedrijfsleven ingaan, terwijl in Leiden het vaak zo is dat studenten na de master het promotieonderzoek gaan, dat
ingaan. Dat betekent dat ze blijven op de universiteit en dat ze dus hun onderzoek echt aan de universiteit voortzetten. Dit verschil is een beetje overdreven. Dus ik heb nu gedaan alsof het twee heel verschillende werelden zijn. Nou, laat ik zeggen, ik heb de verschillen benoemd. Maar uiteindelijk is dit twee opleidingen die meer overlap hebben dan verschil. Dus ik heb hier echt de verschillen uitvergroot. Maar dan wordt het voor jou wellicht duidelijk wat het verschil tussen Delft en Leiden is. Als ik de natuurkunde Delft ga vergelijken met allerlei andere opleidingen, nou, dan kan ik een eindeloze lijst natuurlijk noemen. Maar dit is denk ik de manier waarop je ernaar kan kijken. Hier heb ik een driehoek gemaakt. Linksonder zie je de theorie. Dat zijn dus opleidingen die vooral bezig zijn met sommen, met formules en met de theorie hoe zit het in elkaar. Aan de rechterkant onderaan heb je opleidingen die geïnteresseerd zijn in onderzoek. Hoe bouw ik en hoe meet ik en hoe doe ik onderzoeksvragen zodanig dat ik dingen beter begrijp en beter leer modelleren. Hè? En aan de bovenkant zie je de ontwerpstudies die echt bezig zijn met bouwen en toepassen. Natuurkunde Leiden zit dus heel erg aan de theoriekant en aan de onderzoekkant. Nog iets meer aan theorie. Natuurkunde Delft heeft al iets meer ontwerpen in zich, dus gaat iets meer naar de bovenkant toe dan Leiden. En zou je bijvoorbeeld vergelijken met werktuigbouwkunde? Nou, werktuigbouwkunde zit duidelijk veel meer aan de ontwerpkant en iets heeft ook wat meer onderzoek nog dan Delft. Dus je bent daar gewoon veel meer van je tijd bezig in een lab en in de werkplaats om dingen te bouwen en dingen te meten. En veel minder achter je schrift om dingen veel beter door te rekenen en te begrijpen. Als je zegt, ik heb grote moeite met wiskunde, maar ik vind die natuurkunde knal interessant. Dan is bijvoorbeeld een interessante optie HBO natuurkunde. Want daar leer je wel heel goed onderzoeken en in het laboratorium onderzoek uitvoeren. Maar je krijgt veel minder van de theorie en van de wiskunde met die ingewikkelde formules. Nou, zo kan je die studies met elkaar vergelijken. De vraag is dus, pas jij bij de natuurkundeopleiding in Delft? En om je daarmee te helpen, heb ik een paar vragen gesteld die, ja, ik hoop als ze bij jou aansluiten dat het een indicatie is dat de studie bij je past. Ten eerste, als ik kijk naar natuurkundestudenten hier in Delft, dan hebben die allemaal dat ze willen weten hoe dingen in elkaar zitten. Ze willen het echt begrijpen. En als ze het nog niet helemaal begrijpen, dan willen ze het beter begrijpen, want ze willen echt doorhebben. Wil je echt weten hoe het zit? Belangrijke indicatie voor of je natuurkunde zou willen studeren. Tweede is natuurkunde en wiskunde op de middelbare school. Dat moet je gemakkelijk afgaan. Zoals je hebt gezien, er zit heel veel wiskunde in de opleiding. Dat is onze taal, dat moet je beheersen. Als dat niet lekker lukt, is dat een probleem. En natuurkunde zelf op de middelbare school is ook een goede indicatie voor de stof die je moet begrijpen als je hier op de studie wil slagen. Dus dat is een tweede belangrijke vraag. De derde is, vind je het niet erg om ergens hard voor te werken? Ik heb al laten zien, het rooster heeft 40 uur per week geroosterd staan. Dus ja, het is wel echt intensief en daar moet je zin in hebben. Dus ja, je moet ergens je tanden in willen zetten en echt even willen. Want dat is nodig voor deze opleiding. Vierde vraag is, zoek je graag samen met anderen naar oplossingen? Want ja, in de natuurkundeopleiding hier in Delft ga je echt in groepjes met elkaar kijken naar hoe dingen in elkaar zitten. Dat wil niet zeggen dat je meteen super makkelijk met andere mensen moet kunnen omgaan en dat je zo'n borreltijger bent die heel makkelijk contact legt met mensen die je niet kent. Maar het betekent wel dat je, als je bezig bent met je natuurkunde, dat je graag zo nu eens even met iemand anders overlegt van, hé, wat denk jij ervan? Wat denk ik ervan? Kunnen we elkaar helpen? Dat is een indicatie. Dan creativiteit. En dan bedoel ik niet dat je heel goed bent in het schilderen van het schilderij of het maken van foto's of zo. Maar creatief, dat je leuke oplossingen hebt voor raadsels. Dat je alternatieve ideeën hebt over hoe iets opgelost kunnen worden. Want dat soort creativiteit heb je voor de natuurkunde wel nodig. En als laatste, ja, wil je onderzoek doen? Want dat is echt het hoofdthema waarin de toepassing zit van deze studie. Het doen van onderzoek. Dus dat moet je op een of andere manier boeien. Het is niet zo dat je al deze zes vragen met ja moet beantwoorden om geschikt te zijn voor deze studie. Dit is alleen een algemene indicatie van wat typische vragen zijn die je zelf kan stellen. Maak je niet zorgen dat als je niet direct bij alles dus denkt, oh ja, dat ben ik, dat je dan misschien niet perfect bij deze studie aansluit. Het is een indicatie, niet meer dan dat.
Goed. Belangrijk even, ik wil op nog dat onderwerp van ga natuurkunde en wiskunde je gemakkelijk af. Daar wil ik even op verder ingaan. Deze slide geeft namelijk te zien hoe je hoe voor studenten natuurkunde en wiskunde B van de middelbare school een belangrijke indicator zijn voor ja, hoe goed je kansen zijn op het halen van deze studie. Er zit een belangrijk woord in deze slide, dat is het BSA, dat moet ik even uitleggen. Het eerste jaar van de natuurkundestudie krijg je allemaal tentamens. Als je die allemaal haalt, kan je aan het einde van het jaar 60 credits halen, 60 studiepunten. Een deel van die studiepunten moet je halen om tot het tweede jaar toegelaten te worden. Dat is voor alle opleidingen zo van de TU Delft. En dat is altijd 45 van de 60 die je moet halen om toegelaten te worden tot het tweede jaar. En die grens van 45 studiepunten, dus driekwart van je tentamens halen, die heet het BSA. En je ziet hier dus dat het percentage studenten wat alle toetsen van het eerste jaar in het eerste jaar haalt, dus volledig zijn eerste jaar afrondt, dat is hier in donkergroen weergegeven. En je ziet hoe sterk dat percentage studenten afhangt van het gemiddelde cijfer op het VWO van natuurkunde en wiskunde. Dat is een hele belangrijke indicator voor hoeveel kans je hebt op succes op de studie. Ik kan natuurlijk niet zeggen wat voor student jij bent en ik kan niet zeggen in welk vakje jij valt hier. Ik kan wel aangeven wat de kans is. Het lichtgroene blokjes hier, dat zijn de studenten die niet alle toetsen halen van het eerste jaar, maar wel zodanig veel dat ze toegestaan worden om door het tweede jaar door te studeren en dus door te gaan met hun natuurkundestudie. De blokjes die hier oranje en rood zijn weergegeven zijn de studenten die ofwel besluiten zelf dat het op een gegeven moment genoeg is geweest gedurende het eerste jaar, ofwel die aan het einde van het eerste jaar te horen krijgen, je voldoet niet aan de grens van 45 punten en je moet de studie stoppen. Dus hier zie je, je kan voor jezelf kijken in welke categorie je ongeveer valt. Als je nou zegt, ja, ik ben echt supergoed in deze vakken en ik wil meer uitdaging dan alleen één studie, dat kan. Je kan een dubbel bachelorprogramma doen waarbij je dus kiest voor en een studie natuurkunde en een studie wiskunde. Wat is dan het voordeel? Ja, je kan natuurlijk en natuurkunde en wiskunde doen. Als dat je lievelingsvakken zijn, is dat super fijn. Maar het nadeel is, je kan dan niet de minor doen, want die ruimte hebben we nodig om deze twee programma's in 3 jaar te plaatsen. Dus je kan ook niet naar het buitenland. Dat moet je even in de gaten houden als je deze keuze maakt. Een voordeel is dat je dan natuurlijk in een groep komt met studenten die allemaal heel graag meer doen en hard werken en veel studie en natuurkunde en wiskunde leuk vinden. En dat kan heel, heel gezellig en leuk werken. Maar het nadeel is dat je wel ja, echt hard moet werken, want 40 uur per week zal niet genoeg zijn. Dat is genoeg voor natuurkunde, maar niet voor de twee samen. Dus 50 uur per week is wel echt een indicatie voor hoe hard je moet werken. Voordeel is dus, ja, je kan 2 diploma's in 3 jaar halen. Maar dat maakt het ook lastiger om dingen naast je studie te doen. En natuurlijk heb je daarnaast een grote keuze aan vervolgopleidingen, omdat je 2 diploma's gehaald hebt. Maar om het mogelijk te maken om 2 studies in 3 jaar te halen, hebben we juist wat meer van de toepassingen van de natuurkunde van het programma afgesneden. Als dat is wat je boeiend vindt, ja, dat zal je dan moeten missen. Dus hou daar goed rekening mee als je deze keuze maakt. Goed, dit is het programma. Ik laat het even kort zien. Heel veel wiskunde, heel veel natuurkunde. En verder ga ik weer door, want om het hele programma van het dubbele bachelor te gaan behandelen, is hier niet zo boeiend. Ik wil het vooral hebben over jullie toekomst. Ten eerste, als je natuurkunde kiest, wat zijn dan je toekomstige mogelijkheden? Nou, ik heb hier uitgezet op wat voor sectoren van de wereld, van Nederland, mensen terechtkomen met hun werk als ze natuurkunde gestudeerd hebben, als ze aan de faculteit van natuurkunde gestudeerd hebben of als ze aan de TU Delft gestudeerd hebben. En wat je ziet, is dat dat precies dezelfde onderwerpen zijn en die lijken heel sterk op elkaar, deze grafieken. Er zitten een paar detailverschillen tussen. Maar ik wil maar zeggen, zoveel verschil is er niet. Je kan na je opleiding altijd nog bijsturen, aanpassen en veranderen. Dus denk niet dat je jezelf helemaal vastlegt en dat er allemaal deuren dichtgaan omdat je het een of het ander kiest. Dat valt best mee. Ja, het is waar dat, omdat dit een onderzoeksstudie is, dat er wat meer mensen naar onderwijs en wetenschap gaan bij natuurkunde, terwijl voor de TU Delft als geheel er wat meer mensen naar industrie gaan. Ja, maar dat zijn
detailverschillen. Uiteindelijk heeft het meer nut om te kijken wat voor banen krijgen natuurkundestudenten na hun studie. En dan moet je typisch denken dat ze bijvoorbeeld technische dingen gaan ontwikkelen bij grote bedrijven. Dus het kan dat je nieuwe chipmachines gaat ontwikkelen bij ASML, waar de chip van de toekomst gemaakt wordt. Of je gaat bij Philips Medical medische apparatuur ontwikkelen, waarbij je bepaalde metingen aan het menselijk lichaam sneller of minder schadelijk uitgevoerd kunnen worden. Of je gaat bij Shell kijken naar nieuwe technologieën rondom energie. Of, nou ja, ga zo maar door. Wetenschappelijk onderzoeker. Heel veel natuurkundigen worden wetenschappelijk onderzoeker. Bijvoorbeeld quantumcomputers. Of in de energie bij ECN, hè, nieuwe zonnecellen of klimaatmodellen doorrekenen bij KNMI. Maar daarnaast nog veel meer mogelijkheden. Natuurkundedocent, onderwijs, hartstikke leuk, doe ik ook. Consultant worden bij een groot bedrijf. Een kwantitatief analist bij een bank die allerlei economische modellen doorrekent. Het kan allemaal. Maak je geen zorgen, er zijn zat mogelijkheden. Deze sla ik even over. Ik wil je namelijk overtuigen. Doe zoveel mogelijk informatie op over je toekomstige opleiding. Zoek zoveel mogelijk informatie op bij verschillende opleidingen. Ook opleidingen waarvan je misschien denkt, nou, ik weet het nog niet. Kijk en doe je informatie op. Want hoe meer je kan vergelijken, hoe beter je keuze kan maken. En dat is belangrijk. Hier op deze twee QR-codes kan je allerlei extra informatie vinden over de technische natuurkunde. En ik wens jullie ontzettend veel succes met deze keuze. Maak hem goed. En wellicht zie ik je dan volgend jaar bij deze opleiding verschijnen. Dus ik zou het heel leuk vinden. Na mijn presentatie geef ik nu het woord aan Marianne. Dat is een student van onze opleiding. En die zal jullie vertellen over haar eigen ervaringen in de opleiding. Yes, hallo allemaal. Ik ben Marianne en ik zal jullie het perspectief van de student technische natuurkunde vertellen. Zoals ik net al zei, ik heet Marianne de Gier. Ik ben nu een derdejaars technische natuurkunde student. En ik ben sinds dit jaar ook de studentambassadeur van het voorlichtingsteam. Dus als je nog een meeloopdag gaat doen of je wil hierna nog chatten met een student om extra vragen te stellen, dan zal je mij ook tegenkomen. En wat ik nog even wil benadrukken is dat na mijn presentatie komt de Q&A. Dus als je vragen hebt, dan kan je die nu nog stellen in de Q&A. En dan zullen we die zo meteen live gaan beantwoorden. Eerst wil ik vertellen waarom ik heb gekozen voor technische natuurkunde. Toen ik op de middelbare school zat, zocht ik een studie waarin veel variatie zat, maar er ook genoeg diepgang was. En die combinatie heb ik gevonden in technische natuurkunde. De natuurkunde is namelijk heel breed in het aantal onderwerpen, dus variatie is er genoeg. Maar omdat het tempo heel hoog ligt, is er ook genoeg diepgang. Je kan echt diep op de stof ingaan. Daarnaast heb ik specifiek voor technische natuurkunde gekozen in Delft, omdat ik het leuk vind om te weten wat je met de natuurkunde kan doen. En hier leer je hoe je de natuurkundige theorie kan toepassen in ontwerpen. Ook vind ik het wel goed om misschien te vertellen hoe de overgang van de middelbare school naar de universiteit is. Hier ligt het tempo en het niveau namelijk een stuk hoger. Het is wel zo dat dit opbouwt. Dus in het begin ligt het niveau nog niet veel hoger dan de middelbare school. Er is veel herhaling van de natuurkunde en van de wiskunde om iedere student gelijk te trekken. Maar het tempo ligt wel heel hoog. Je gaat er snel doorheen. Vervolgens bouwt het niveau op. En het tempo blijft even hoog. Ook is het zo dat je op de universiteit veel zelfstandiger moet werken dan op de middelbare school. Er is niemand die gaat controleren of jij je huiswerk wel gemaakt hebt. Dat moet je echt uit jezelf halen. Misschien wel leuk om te zien hoe mijn rooster er in mijn eerste jaar uitzag. Zoals je kan zien is het een vol rooster, heel veel contacturen. Om precies te zijn 40 ingeroosterde uren. Waarvan 16 uur natuurkunde, 16 uur wiskunde en 8 uur practicum. Zoals je kan zien zijn de wiskunde en de natuurkunde colleges opgebouwd uit twee delen. Eerst een hoorcollege en daarna een werkcollege. Bij het hoorcollege staat een professor voor de klas of in de collegezaal. En die vertelt dan een overzicht van de stof. Je kan wel vragen stellen, maar je bent eigenlijk vooral aantekeningen aan het maken. Vervolgens ga je de stof die je net gehoord hebt tijdens hoorcollege toepassen
in opdrachten bij werkcollege. Dat doe je vaak samen met andere studenten en je kan dan vragen stellen aan de professoren die rondlopen en ouderejaarsstudenten die het vak begeleiden. Zoals je kan zien ben ik overdag eigenlijk elke dag wel bezig van 9:15 tot 5:30, maar mijn avonden en mijn weekend heb ik dan bijna altijd wel vrij. Ik vind het dan leuk om te sporten en gezellige dingen te doen met mijn vrienden en op de vereniging. Want Delft heeft een heel leuk studentenleven. Zo heeft Technische Natuurkunde bijvoorbeeld echt een hele leuke studievereniging. Die heet de VVTP. En die organiseert van alles. Ze organiseren bijvoorbeeld een eerstejaarsweekend, waarbij je eerstejaars leert kennen. Maar ze organiseren ook interessante excursies, leuke borrels en feestjes. Een symposium, dat is een week vol met lezingen van interessante sprekers. Dit jaar in oktober hadden we bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf als de hoofdspreker. En die gaf dan speciaal voor ons 2 uur lang een praatje. Ook organiseert de studievereniging reizen die soms intercontinentaal zijn. En er zijn heel veel commissies waar je lid van kan worden. Zelf ben ik ook actief bij de studievereniging. Zo ben ik in mijn eerste jaar meegeweest op de wintersportreis. En ik ben ook een jaar lang actief geweest bij het magazine van de studievereniging. Die heet De Fysicus. En daarvoor heb ik stukken geschreven, interviews gedaan. En heb ik ook geleerd hoe ik een magazine mooi vorm kan geven. De layout. Daarnaast ben ik ook nog lid van de studentenvereniging in Delft. Om precies te zijn, een roeivereniging. Dus ik ben lekker aan het sporten. En ik ga ook naar feestjes en borrels met mijn vriendinnen daar. En ik heb vorig jaar zelfs een bestuur gedaan van een ondervereniging van die roeivereniging. Dus wat ik eigenlijk wil meegeven is dat natuurkunde is een hele interessante studie. Je moet er wel hard voor werken. Je maakt veel uren. Maar als je er hard voor werkt, dan zijn er heel veel mogelijkheden in Delft om nog allerlei leuke dingen te doen. Oké, dat is wat ik jullie wilde vertellen over mijn ervaring als student. En dan is het nu tijd voor de Q&A. Ik zie dat er al veel vragen binnenkomen. En die gaan we nu allemaal beantwoorden. Dus blijf vooral vragen stellen en dan komt je vraag zo meteen aan bod. Als eerste wil ik beginnen met, zijn er toelatingseisen? Misschien kan iemand van de opleiding daar iets over vertellen en ook over de studiekeuzecheck. Ja, dat kan ik even doen. De toelatingseis is eigenlijk dat je wiskunde B en natuurkunde moet hebben in je pakket als je van het VWO afkomt. En je moet inderdaad een studiekeuzecheck doen. Als je je inschrijft voor de opleiding krijg je daar vanzelf een e-mail voor. Waarbij je wordt uitgenodigd voor zo'n studiekeuzecheckdag. Dat is een dag dat je, als de maatregelen toelaten, naar de campus komt. En anders doen we het helemaal online als het moet. En waarbij we je gewoon echt een dag proberen te geven, exact zoals je hem ervaart tijdens het eerste jaar van je studie. Zodat je een dag kan meemaken alsof je student bent van de opleiding en kan ervaren hoe dat voor jou voelt en of dat past. De bedoeling is eigenlijk dat dat een bevestiging is van ja, deze studie is wat ik wil. Want je hebt je dan al ingeschreven en dat je dan dat je denkt, ja, dit is inderdaad wat ik wil en dit is wat ik volgend jaar ga doen. En dat je daar enthousiast van wordt. Maar als dat dan niet zo is, dan kan je eventueel besluiten dat je toch nog eens kijkt naar een alternatief. Dat is de studiekeuzecheckdag. Ja. Oké, dan zie ik als volgende vraag staan. Is de dubbele bachelor dan theoretischer dan alleen technische natuurkunde? Misschien is dat wel een goede vraag voor Hidde. Ja, daar wil ik wel even op inhaken. Dat valt wel redelijk mee. Het is wel een stuk theoretisch, omdat alle wiskundevakken, die zijn natuurlijk super abstract. Dat is echt gewoon abstracte wiskunde. Dus die zijn wel heel abstract. Maar je krijgt nog steeds de technische natuurkundevakken die je ook hebt bij TN. Het enige wat je wat meer mist zijn bijvoorbeeld de vakken als design engineering. Dus als je geïnteresseerd bent in technische toepassingen, dan kan je het nog steeds leren. Als je het daadwerkelijk ook wil gaan bouwen, dan is het wat minder. Dus in die zin is het wel wat theoretischer. Maar het is vooral de wiskunde die heel veel theoretischer wordt dan de natuurkunde echt. Oké, dan zie ik daarnaast staan, zit er ook sterrenkunde in het programma? Nou, dat is niet zo. Misschien kan iemand van de opleiding daar nog iets over vertellen. Iets uitgebreider.
voor Roel? Ja, dat is denk ik een belangrijk verschil tussen Leiden en Delft. Dus Delft heeft ervoor gekozen om van die zeg maar theoretische natuurkundevakken iets af te halen. Om wat ruimte te creëren voor dat bouwen en dat ontwerpen. En dat verschil dat zie je vooral in dit onderwerp. Dus hier hebben we geen of heel weinig sterrenkunde. Wel een stukje relativiteitstheorie. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de algemene relativiteitstheorie. Die doen we in Delft niet. Dus ja, dus daar zit echt een klein beetje het verschil in het programma. Als je inzoomt, daar zit het verschil tussen Delft en Leiden. Ja. Oké. Als volgende vraag zie ik dan, ben je ook daadwerkelijk 40 of 50 uur voor TW, TN bezig met studeren? Of moet je daarnaast nog veel leren, waardoor het eigenlijk hoger ligt? Nou, voor mezelf kan ik wel zeggen dat ik eigenlijk aan de 40 uur die ervoor staat meestal wel genoeg heb. Maar soms dan moet ik in het weekend nog een paar opdrachten afmaken die tijdens werkcollege niet gelukt waren. En ik vind het zelf ook wel prettig als ik dan tentamens heb. Dan staan er niet allerlei colleges ingeroosterd om dan zelf nog wat oude tentamens te maken of wat extra opdrachten, nog wat meer mijn boek te lezen. Dus zelf studeer ik wel meer, maar ik denk dat de 40 uur wel een goede richtlijn is. Hoe is dat voor jou, Hidde? Ja, voor de dubbele bachelor is het denk ik ook wel ongeveer een goede schatting. Het enige verschil is dat je er wel rekening mee moet houden dat er periodes zijn waarin je meer vakken hebt en periodes waarin je minder vakken hebt. Dat is een beetje wat grilliger, doordat die vakken van verschillende opleidingen komen. En dat betekent dat er periodes zijn waarin je een stuk harder moet werken. En er zijn periodes waarin je een stuk minder hoeft te doen. Dus gemiddeld is het een goede schatting, maar het varieert. Oké, dan zie ik daarna. Als je je zo breed mogelijk wilt ontwikkelen, kun je dan beter kiezen voor technische natuurkunde of algemene natuurkunde? Zijn er ook verschillen in carrière-mogelijkheden? Ik denk voor iemand van de opleiding. Voor Roel. Nou, je kijkt naar iemand die natuurkunde heeft gestudeerd in Leiden en nu directeur is van de opleiding in Delft. En ik denk dat dat al een antwoord is op je vraag. Volgens mij moet je het niet zo zien dat de ene breder is dan de ander. Het is een verschil in accent. Maar ik geloof niet dat er iets is wat je vanuit Leiden wel kan en vanuit Delft niet. Of vanuit Delft wel en vanuit Leiden niet. Nee, dat is allemaal, als je wil, mogelijk. Oké. Dan zie ik daarna. Wat is het verschil tussen Eindhoven, Applied Physics en Delft? Die wil Gert-Jan wel beantwoorden, zie ik. Ja, ik ben studieadviseur bij Technische Natuurkunde, Gert-Jan Broekman. Elke opleiding heeft een studieadviseur. Het verschil, er was ook een andere vraag, verschil tussen Delft en Enschede. Dus ik zal ze alle drie in één keer een beetje naast elkaar zetten. Nou, we hebben net het programma van Delft gezien. Die heeft ervoor gekozen om zeg maar 147 punten, studiepunten vaste vakken te doen. Dus heel duidelijk een de diepgang zijn gegaan. In Eindhoven heb je veelal natuurlijk over de grote breedte wel dezelfde vakken, maar heb je ook veel electives. Heb je elke periode in de studie mag je zelf ook een vak kiezen. Dus je kiest eigenlijk iets meer voor je eigen invulling, dus niet heel erg diepgang in de natuurkunde. En in Enschede is er wat meer modulair onderwijs. Daar wordt elke periode, elk kwartaal, wordt er een bepaald onderwerp behoorlijk uitgediept. En dat duurt 2 jaar. Dan heb je wel ook zo'n beetje dezelfde vak als natuurkunde bij in Delft. Alleen in het derde jaar heb je daar ook mag je vrij kiezen welke vakken je wil verdiepen. Dus het algemene verschil is in Delft wat meer diepgang. Wij hebben zelf gekozen voor je moet. In ieder geval al deze natuurkundevakken heel goed hebben gedaan. En bij Enschede en Eindhoven heb je zelf wat meer keuze daarin. Ander verschil is ook wel een beetje dat Enschede zijn er een stuk minder studenten. Dus er moet wel eens gezegd worden dat je als je daar wat meer persoonlijk bekend wil zijn, dan zijn dat wel vaak de opleidingen waar je wat meer aandacht krijgt van docenten privé. Dus wij hebben een veel grotere opleiding. Ik denk dat dat ongeveer de verschillen zijn.
Ja. En wat ik daar zelf misschien nog aan wil toevoegen is waarom ik voor de TU Delft heb gekozen, is dat ik vind dat de TU Delft ook hele goede onderzoeksfaciliteiten heeft. Dus wij hebben op de campus bijvoorbeeld een reactor. Nou, dat is super uniek en als TN-student mag je daar ook onderzoek doen. Want wij hebben vakken zoals straling en nucleair. En ja, ik vind dat een hele mooie kans dat je dat hier op de TU Delft kan doen. Dus omdat het een grotere universiteit is, heeft die ook meer mogelijkheden. Dan zie ik als volgende vraag, welk profiel is beter? Natuur en gezondheid of natuur en techniek? Nou, wat ik daarover kan zeggen is dat het wel belangrijk is dat je natuurkunde en wiskunde B minimaal hebt gehad op de middelbare school. En het kan zijn dat je bij natuur en gezondheid niet het vak natuurkunde hebt gehad. Dat kan je zo kiezen, maar dat moet je dus wel hebben als je hier natuurkunde wil gaan studeren. En wiskunde D is optioneel, maar het is wel handig als je dat gehad hebt. Ik heb het zelf niet gehad, dus ik moet soms wat harder werken bij de wiskundevakken. Maar ja, wiskunde D is wel handig als je dat in je pakket hebt. Dan zie ik, is het combineren van een studentenvereniging met een studie te doen? Nou, voor mij prima. Ik ben lid en dat gaat gewoon altijd goed. Hidde, heb jij er nog iets over te zeggen? Ja, nee, ik ben dubbele bachelor en ik ben ook lid. Dus, en voor mij gaat het ook altijd prima. Dus ja, als je er zin in hebt en als je er tijd in wil steken, dan is het altijd mogelijk natuurlijk. Ja. Dan zie ik als volgende vraag, kunnen jullie wat meer vertellen over de minor? Je kan eventueel naar het buitenland, maar hebben jullie ook voorbeelden van keuzevakken die worden gegeven? Voor Gert-Jan? Goede vraag denk ik. De minor, ja, die kan je dus zelf in je derde jaar, eerste helft van je derde jaar invullen. Inderdaad is er een buitenland minor, die wordt door de opleiding gefaciliteerd. Hè. Daar helpen we je om op een plek in het buitenland te komen. Dan krijg je daar huisvesting. Daar wordt ook een deel, krijg je een soort beurs voor. Maar aan de andere kant is het inderdaad zo dat je zelf ook een minor kan samenstellen. En die bestaat of uit een minor bij een andere faculteit in Delft. Hè. Je kan bijvoorbeeld een minor in toekomst van de luchthavens volgen. Je kunt op het gebied van werktuigbouwkunde, medische technologie kun je een minor doen. Op duurzame energie. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die je in Delft hebt. Als je iets heel anders wil, mag je ook gewoon naar een andere universiteit in Nederland. Hè. Kan je bijvoorbeeld, als je heel toch denkt van ik wil er toch nog eens een minor doen in geschiedenis of in econometrie. Dan is dat ook mogelijk. En net was ook nog de vraag bijvoorbeeld, nee, sterrenkunde doen we niet. Maar als je dan wel heel erg geïnteresseerd bent in sterrenkunde, zou je wel kunnen kiezen om een minor in Leiden te gaan doen, wat 30 studiepunten sterrenkunde is. Dus je kunt daar een hele brede waaier aan minoren kiezen. Dus het is helemaal aan jou om te bedenken wat je wil doen. En dat is echt heel breed. Dus zowel aan de TU Delft, een andere universiteit of in het buitenland. Oké, dan zie ik als volgende vraag. Zie je in technische natuurkunde ook wel veel formules en zie je ook waar die vandaan komen? Misschien kan Roel daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik. Dit is gewoon tussen algemene natuurkunde en technische natuurkunde hetzelfde. Ja, je krijgt bij de Delft, bij de technische natuurkunde te zien waar formules vandaan komen. Je krijgt ze wiskundig uitgelegd. Je krijgt ze helemaal consistent vanuit andere formules afgeleid. Dus ja, die wiskundekant die zit er helemaal in. Want we willen ook bij deze opleiding echt dat je werkelijk begrijpt tot in de kleinste details hoe die natuurkunde opgebouwd zit. En dat zal voor alle natuurkundeopleidingen gelden. Of je ze nu in Delft, in Leiden, in Enschede of in Eindhoven doet, dat maakt niet uit. Dat krijg je echt overal. Oké, dan zie ik als volgende vraag. Is het mogelijk om na de dubbele bachelor in de theoretische fysica te gaan? Dus kan je algemene natuurkunde master doen na technische natuurkunde? Die is voor Gert-Jan. Dat kan zeker. Je kan van als je de bachelor technische natuurkunde afmaakt, dan kan je naar alle
universiteiten in Nederland zowel applied physics of physics doen. Dus, en dat, die uitwisseling is dus zowel van de technische natuurkunde naar de gewone natuurkunde en andersom. Dus dat is bijvoorbeeld ook bij de vragen die je over lijden hebt, hè, is dat heel erg anders. Nou, in ieder geval is het zo, ja, en, na je bachelor kun je alsnog besluiten welke natuurkundeopleiding je verder gaat doen. Dus dat kan allemaal. Oké, dan zie ik als volgende vraag, hoe zit het met de tentamenweken? Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. We werken op de TU Delft met een octale systeem. Dat betekent dat er 8 tentamenweken zijn per jaar. Ook is er in de zomer nog eentje voor herkansingen. Dus als je iets niet gehaald hebt, kan je 9 tentamenweken doen per jaar. Als je alleen technische natuurkunde doet, zoals ik, heb je per tentamenweek ongeveer 2 tentamens. Ik heb meestal in je eerste jaar dan 1 wiskundetentamen en 1 natuurkundetentamen. En die tentamens die duren dan ongeveer 3 uur. En meestal zijn die gewoon schriftelijk en nu ook wel eens digitaal. Wil jij daar nog iets aan toevoegen, Hede? Ja, voor de dubbele bachelor kan je rekenen op tussen de 3 en de 4 tentamens. En die zijn ook allemaal gewoon 3 uur en schriftelijk. Dus dat is iets meer werk, maar ja, hoe waren de tentamenweken? Soms heel zwaar, soms wel leuk, soms heel makkelijk. Het varieert. Oké. Okay. Dan zie ik als volgende vraag, wat is naast de bredere toegang tot vervolgstudies de toegevoegde waarde van de dubbele bachelor technische natuurkunde en technische wiskunde? Ook voor Hidde? Ja, dit is een vraag waar je voor jezelf even over na moet denken. Want kijk, de toegevoegde waarde, ik ben niet natuur en wiskunde gaan studeren omdat ik dacht, oh, dan kan ik deze baan krijgen. Ik ben het echt gaan studeren vanwege mijn passie voor wiskunde en mijn passie voor natuurkunde. Ja, je hebt meer keuze daarna, maar ik denk dat als je dit programma wil doen, dat je dan echt wel gewoon een passie ervoor moet hebben en niet zozeer moet denken, oh, dan kan ik die banen of die baan doen, zeg maar. Dat is niet zo super relevant, want in principe kan je vanuit beide programma's naar ongeveer dezelfde baan in de industrie doorstromen. En dat is ook wat Roel liet zien. Dus ik denk dat dat moet niet de drijfveer zijn om daarover na te denken. Oké, okay. Ik wil even zeggen dat de Q&A, de live Q&A, bijna ten einde is. Maar jullie kunnen gewoon je vragen blijven stellen. Die zullen we dan zometeen tijdens het mini-college via de chat blijven beantwoorden. Dus als je vragen hebt, blijf ze vooral nog in de chat neerzetten, in de Q&A. Als laatste vraag wil ik nog, komen er ook aspecten van wiskunde D aan bod? Nou, dat is een beetje moeilijk te zeggen, omdat wiskunde D niet centraal examen in wordt gedaan. Dus de school mag zelf kiezen welke onderwerpen ze bij wiskunde D behandelen. Maar het is wel zo dat bij wiskunde D vaak bijvoorbeeld al lineaire algebra wordt behandeld. Dat is ook iets wat je bij technische natuurkunde krijgt. Dus dan heb je al kennis gemaakt met matrices bijvoorbeeld. En statistiek krijg je vaak ook een beetje bij wiskunde D. En dat krijg je ook weer bij technische natuurkunde en technische wiskunde. Dus je hebt er voordeel van als je wiskunde D hebt gehad. Maar het is zeker niet nodig om gehad te hebben. Als volgende vraag zie ik dan, zijn er veel keuzevakken bij TN? Misschien wil iemand van de opleiding daar iets over zeggen. Ik zie Gert-Jan. Ja, dankjewel. Nee, er zijn niet veel keuzevakken bij natuurlijk. Zeggen en schrijven 1. In het eerste jaar heb je, in het eerste half jaar zelfs, heb je 1 keuzevak in het programma van technisch natuurkunde. Maar goed, en je hebt natuurlijk je hele minor. Hè? Dus het zijn 30 studiepunten waar je helemaal vrij kunt kiezen wat je wil. Oké. Okay. Dan zie ik daarna, zou er gezegd kunnen worden dat deze opleiding een van de zwaardere opleidingen is? Ik denk het wel, als ik met medestudenten spreek van andere studies, dan hebben ze er vaak wel respect voor als je technische natuurkunde doet. Dus ja, je hebt natuurlijk een zwaar rooster en je moet er hard voor werken. Dus het is wel een zware opleiding, maar ook wel een hele interessante opleiding die heel veel mogelijkheden biedt. Dus ja, ik denk dat dat wel tegen elkaar uitspeelt. En dan wil ik hiermee graag de Q&A afronden. En dan gaan we door naar het mini-college van Aurel en van Ron.
Maar als je nog vragen hebt, dan moet je die vooral blijven stellen in de Q&A. En dan zullen we die via de chat persoonlijk beantwoorden. Dus dan gaan we door naar Aurel. Yes, can you hear me? Yeah, hello. So my name is Aurelem. This is Ron Exma. We are the two lecturer for the course MGO. Ron is our experimentalist. I am the one actually writing on the board. And today we are going to give you a mini lecture for the open days. As you notice, I'm not a native Dutchman, and I will share my screen so you see better my presentation. So the lectures are usually given in Dutch in the first level of bachelor, but some teachers are not so fluent, so they do also their teaching in English, but all the material is in English, like the books and some of the exercise. So you have to get ready on getting some English lectures. So today, the goal of this lecture is what actually Roel asked me to do. Roel asked me to make an attractive lecture for you. He asked me to make an appropriate mix of the theory and of the experiment, which is the base of what we do in our faculty. It should be fundamental physics, but also with some application on the back. And we should have the right mix of math and physics, which is again something which you will spend a lot of time in the first years to acquire the math as a tool to actually do the physics at the end. And as a good level, I should give you not something too complicated, but just to give you the feeling of what it is to study with us at our faculty. So of course, for me, challenge was accepted. But of course, I had to find something that could fit all of these things. And to find that, actually, I was outside with my kids playing on a swing. And my kids were nicely playing. And then by looking at them, I started to realize that whatever their weight was, because I have a kid which maybe weighs 20 and the other one 25, it seems that the oscillation period was actually the same. It didn't matter that their weight was different. And I thought that, yeah, maybe I can use this in my mini lecture and try to explain that, why this is to the students in a way we will do normally in a lecture in the faculty. But this experiment is actually a quite bad experiment. It's not a control experiment, right? My kids are moving, they are big mass. So we first have to simplify this experiment and do it in a much more controlled way. And this is where I usually turn to Ron. Ron is our guy to actually make these experiments. So now I will turn to Ron for the experiment. Oké, voor dit experiment maak ik gebruik van deze slinger hier. En jullie zien hier aan het uiteinde van de slinger zien jullie een massa hangen. Ik zal voor het eerste experiment één zo'n massa gebruiken. En voor het tweede experiment, als ik het experiment herhaal, zal ik er een tweede massa onderaan hangen. Oké, ik zal mijn scherm even delen, want op het scherm zal softwarematig weer worden gegeven wat de uitslag is van deze slinger als functie van tijd. Jullie zien hier een sensor en die kan de hoek meten waarover deze slinger uitwijkt. En middels software wordt dat op het scherm weergegeven. Dus ik zal mijn scherm even delen. Daar. Jullie zien over de y-as zien jullie de hoek waarover deze slinger uitwijkt en over de x-as uiteraard de tijd. Dus laten we even een eerste meting doen met één massa. Jullie zien de punten, dat zijn de datapunten. En jullie zien tevens dat er een sinus doorheen is gefit. Dat is het model wat ik gebruik om dit experiment te beschrijven. Er zijn tevens een aantal fit-parameters hier weergegeven. En A, dat geeft feitelijk weer de amplitude van deze slinger. De omega, dat is de zogenaamde hoekfrequentie. Dat is 2π gedeeld door de periode van deze trilling. En die hoekfrequentie, daar moeten jullie even op letten, want ik meet hier een hoekfrequentie van 4,61 radianen per seconde. Nou,
Aurel die observeerde bij zijn kinderen dat de massa dus niet uitmaakte voor de periode van de schommelbeweging van zijn kinderen. Dus als ik deze massa verdubbel, zoals ik net zei, ik pak er een tweede massa bij en die plaats ik hieronder. Dan zou, als de periode niet verandert, dan zou dus de hoekfrequentie, 2π gedeelde de periode, zou ook niet moeten veranderen. We hebben nu 4,61 radianen per seconde, dus laten we even een tweede meting doen. Er is iets van een afwijking, maar ik zou willen zeggen dat dat binnen de experimentele fout valt. En wat van belang is in dit geval, is dus dat ik het gewichtje op de juiste hoogte plaats. Want dat bepaalt namelijk de lengte van deze slinger. Oftewel waar het massamiddelpunt van deze slinger zich bevindt. Ik geef het woord weer over aan Laura. Yep. Thank you, Ron. Yes, so now you should be able to see me again. No, I have to turn the camera, sorry. So what this experiment, this control experiment gave us was that it seems that the mass is not relevant. That's our first hypothesis. And also it seems when we do more of this experiment that the amplitude is also not relevant. So now that we have done the experiment, we would like to see how this is connected and how we can actually make a theory out of it. And to do this, we have to do a modeling where we will simplify my problem. So the way to simplify is to think that what we have is that we have the ceiling where we have a stick which is attached to the ceiling and we have a mass of mass m attached to it. This stick, we will consider it massless. That means we only have one point of contact here, one point of contact here with no mass, and the mass at the end, all together at one point. So not massive mass, but just a point. This will be our very simple model to start with and to see how we can have a theory based on that. So once we have decided on that simplification, we have to design all which goes around this. That means typically all the axes and all the variables which can describe the movement. So I will draw again, and I will first design two axes. The first axis is the axis X, the second axis is the axis Y, that goes down, this one goes to the right. And now I place my stick, and I realize that if I have my mass here, I can define the position of the mass only by the length of the stick, which I call L, and the angle here from the normal that I will call theta. This angle has a sign, and I will define that the plus sign will be in this direction. So it means in my drawing here, theta is positive. But if the mass goes in the other direction during the oscillation, then the theta should become negative. And theta is the only thing that depends on time here. And knowing where what is theta will tell me exactly where the mass is. So we have only one variable in this problem. And we have another, the parameters typically is L, which is the length of my stick, and M, the mass of my mass. So two parameters and one variable. Now, we have to look at what acts on that mass in this situation. So typically we're on Earth, right? That means that the mass experiences something we call the gravity, which is a force Fg, which is a vector force, and this is typically something we can write easily in my coordinate system of being the mass times the gravitation constant, and it's here in my case there in the y direction, y hat being the unitary vector. This is x, the unitary vector in the direction x. The other force acting on that mass is the tension force, because otherwise the mass falls, so you have a tension due to the stick that pull the mass in the direction of the stick, and I will call this T. And if I look at my drawing, I can already write T in this system of axes. So T is going up, that means it has a component in the x direction which is negative in my case, and it has an amplitude of T,
And this projection is actually a sinus of theta. And as I said, this is for the x-axis. For the y-axis, you see also that you have, maybe I should draw it. So what I was writing was this vector. No, this one doesn't work, but this one should work. Yes, so that's the x components, that's the y component. So the x component is negative, the y component is also negative. And so it's minus t, and in this case, it's the cosinus of theta of y. Okay, so I can write t, my vector t, in this coordinate system also. So that's the forces, that's the analysis of my problem. So far, so good. Now the next step is to get a knowledge of physics, which we got a long time ago by Newton. And Newton explained to us that actually when you have a system, this system, which is in our case our mass, we know that if I write the mass times its acceleration of that object, it's equal to the sum of the forces acting on that object. In my case, the forces, I only have two forces, Fj plus the tension force. Okay, so that's what Newton tells us. Great Newton, first law of mechanics. So now, how can we link the position with these forces? Well, we have to know A, which is the acceleration of that mass. So the acceleration, by definition, of the vector is the second derivative of the position of the mass over time, second derivative. But we have, that's the definition. So what is R? Well, in my case, R, I can just look at it again in my drawing. I move it here, that's easier for me to move. So up. This is the vector R, right? That's the vector R here. So R is in my coordinate system. Again, I'm looking at the projection on the x-axis. The projection of the x-axis is positive, and it's related to the sinus. So it's sinus theta x plus the projection for the y is actually the cosinus. So the cosinus theta in the y direction, and of course, r as a length, which is l. Okay, so now I can go and do mathematics. Now we see that we have to enter the kingdom of mathematics. We forget about the physics. We just have to calculate the first derivative and then again the second derivative. So what depends on t, on time in this equation? Only theta, right? L is a constant. The integer vector don't depend, so only theta. So I have to derive, in fact, over theta. So what I see is that this one will give me theta dot of cosinus theta x minus sinus theta y. Right? Because the cosinus gives the theta dot times sinus with a minus. What I wrote theta dot is, in fact, just to make it quickly, is the first derivative of theta over time. It's just a notation. Again, so it's a notation. The same, if I make theta 2 dot, this is in fact the second derivative of theta over time. So just to make it quicker to write, just a notation. Okay, so I have the first derivative. Let's look at the second derivative. So I do one more derivation, dr second derivative over time. So I have to, I forgot the L, of course. I always forget some things. So I first have to derive the first part times this one, and then I derive this one times this one, right? So that's again a mathematical trick. We don't do physics here, we do mathematics. So this one will give me L theta 2 dots times, again, cosinus theta x minus sinus theta y. Then I do the derivation of the other one, so it's plus L theta dot times the cosinus give me minus sinus theta x. I should not forget that I have also a theta dot appearing, so that makes it square here, minus cosinus theta y. Okay, I can rewrite it maybe a bit differently by just putting everything which is in the x direction and everything is in the y direction. So, right, so then what it means, that means if I'm looking at, again, what I was looking above, which was my Newton equation, that m equals the sum of the force. Then I can write what are MA. And MA has two components. It has a component in the X and a component in the Y. So let's look at the X component from here. So we have M L T2 dot. I don't
don't have to keep this one. Cosinus theta plus L theta 2 dot, theta dot 2 minus sinus theta. That's for the x component. And for the y component, I have ML. Actually, I can put ML in parentheses. Then it will give me minus T2 dot sinus theta minus with the y component cosinus theta with theta 0.2. So that's the y component, right? So that's the x and that's the y component. And this should be equal to F plus T. So what is F plus T? F plus T also has two components. One component in the x direction, which I wrote here, which is minus sinus theta. So minus T sinus theta. And in the x direction, y direction, we have mg, comes from the F, and minus T cosinus theta. So now we see that the top part should be equal and the bottom part should be equal. So that will mean that if I use this, that give me that T sinus theta equal to, not to make mistakes with the sines, because that's always happened, sinus theta ML and minus T dot cosinus theta. And the second will tell me that this is equal to that. That means that mg minus t cosinus theta is equal to ml minus t 2 dot sinus theta minus theta 2. Don't get lost, it's just mathematics. We still have to look at physics, but let's continue. Now when I see that I have two equations, let's look at what do I know. So I'm looking for theta, right? That's what the variable I'm looking for. But I see that I have something which is called t, which I don't know. And t appears in both equations. So in principle, I can maybe use the first equation to derive t and to insert it into the second one to solve for theta. And this is what I will do. So from this equation here, I get, so from this equation, let's call it 2. From 2, I get that t can be written as ml theta dot square, the sinus goes away, minus t2 dot cosinus over sinus. So that's t. I have actually the writing of t versus theta. And remember, theta depends also on time, right? But I just don't write it each time. Now I can reinsert t here, and I will get mg minus, ML t dot minus t 2 dot cosinus theta over sinus theta equal ML of minus t 2 dot sinus theta minus t 2 dot cosinus theta. Okay, so can we see things we like? I forgot something. Yes, I forgot here that I have to multiply by cosinus theta. So I have to have cosinus theta here and cosinus theta here, right? So it's coming from this one here. I have to also put it. That's my mistake. So what I've realized is that I have on both sides, I have the same term. I have t dot square cosinus theta, and I have also it here. Now it's the same sign. I have a minus sign here and a minus sign here. So that means that these two terms should disappear. I can smash them. Hop, hop. Now what I see is that I have only one term in theta 2 dot, because I can rewrite it as mg equal ml of, sorry, of, nay, don't do it like this. Yeah, do it like this, of theta dot, of what? I have a minus sign, sinus theta, square, if I multiply by sinus theta in both sides, I go a bit quick here, minus plus cosinus square theta. This is by definition again, the sinus plus cosinus square is equal to 1. So I end up with a very nice equation, very simple equation, which is
T2 dot, oh, I'm changing color, sorry, equal to, I realize that the M up on both sides, so M disappear, and then I get minus G over L sinus theta. Woohoo! Very simple equation, and that's what we call a differential equation, right? Because what we have is that the second derivative of theta over time is equal to G minus G over L sinus theta. So if I have a way to solve that, then I'm very happy. Unfortunately, it looks still very difficult for me. So I will do a way to simplify. In physics, we love to simplify problems to be able to solve them in the theory first, and then we see if it's correct or not. My approximation will be that the angle is actually quite small, that theta is small. And if theta is small, I can make the approximation that sinus theta is equivalent to theta, which brings me to an equation now of a differential equation, which is easier to handle, which is theta 2 dot, which is again t squared, so the second derivative of theta over time, is minus g over L theta. And this is the most famous equation for in mathematics, which gives us directly a solution which is in fact a cosinus or sinus solution. So if actually I write theta over time equal a cosinus omega t plus phi, which I call this the phase, this I call the radial frequency, this I actually correspond to the initial phase, because for t equals zero, then the phase is equal to phi, and this I call the maximum amplitude, because when the cosinus is one, then the theta is the largest and is equal to a. And I can show you another day that this is a solution to that equation. And for fitting, the only thing you require is that omega squared should be equal to j over L, which means that omega is g over L square root. Now, what is omega? Omega is a radial frequency. So I can actually write omega as being 2 pi f, f being the frequency of the oscillation. That means it's also equal, it's that's again definition only, of 2 pi over t, t being the period of the oscillation. So what I see is that from this equation, that would mean that t is in fact something like 2 pi of L over g. So I see now that my period has no connection with the mass, exactly what my hypothesis was. The mass, we don't care about the mass to determine the period of the movement. The second thing important to see is that we are caring about the length of the stick. It seems that if I have the length increasing, that will actually increase the period, which means it will decrease the radial frequency. That's the second thing I got from my theory that I was not aware of when I was doing my experiment with my kids. And this is the reason why I will turn back to Ron to ask him, can you actually check this? That when I'm changing the length of the stick, I get a period increasing. So in his case, because he's looking at omega, that the radial frequency decreases. So please, Ron, show us if this is the case. Yep. Oké, okay, dus Aurel die heeft gebruikmakend van de tweede wet van Newton een differentiaalvergelijking opgesteld. En de oplossing van die differentiaalvergelijking is een cosinus of een sinus. Nou, jullie zagen die datapunten die deze software registreert, daar had ik een sinus of een cosinus doorheen gefit. En bij de eerste metingen zagen wij dat de massa er niet toe deed. Dat die geen invloed had op de hoekfrequentie van deze trilling. Nou, de volgende vraag, zoals je zojuist de aanraal is gesteld, van doet de lengte er toe? Dus laten we eens kijken of dat wel het geval is. Daar heb ik een tweede slinger voor, die zien jullie hier. Die is langer dan de eerste slinger. De eerste meting die gaf een hoekfrequentie van 4,52 radianen per seconde. Laten we eens kijken wat de hoekfrequentie is van deze langere slinger.
share screen. Ah, share screen. Ik was even vergeten om mijn scherm te delen, dus laat ik de meting nogmaals doen. He, dus deze lange slinger. Jullie zien, de hoekfrequentie die is gedaald van 4,52 radialen per seconde voor deze korte slinger naar 3,48 radialen per seconde voor deze lange slinger. Dus de lengte doet er wel degelijk toe. Aurel. Yep. So, I'm resharing my screen. Thank you, Ron. So it seems that indeed the length has some effect, and we could actually really, with these apparatus, being able to really relate that nicely to our theory. But in fact, I have to, well, looking back at my theory, I realized that I did a lot of approximation. And the main one I made, you have to always remember which approximation you make, is that I said that we are doing some small oscillations. But as you notice already, Ron was actually quite making a large oscillations. So I asked him later on to also look at how the frequency changed depending on the initial amplitude. And this is, oops, that's also using a nice of his program. And you could plot actually data points showing that when you start with a different amplitude angle, then you see that at the beginning when you have a small angles, the frequency doesn't change much, but then suddenly drastically change and go from 4 to 3, for example. That means really a big change when you go with a starting larger angle. So it shows that actually my theory is relevant, but only for a specific small amount of angles at start. If I want to go for the full description, I have to keep my sinus theta. And on top of that, I make other assumptions, such as, for example, the sticks was without mass. I also thought that the mass was all concentrated on one point. So actually I made a lot of approximations. So you always have to think that when you study, you make an observation, you make a hypothesis, you make a model, but then you go back to the experimentation to check your model. And then if you see that for some condition your model doesn't stick good with the experiment, then you have to confront it and then go back to your model and improve and improve and improve. But that's how in science we did. We started with just a description from Newton from how things are moving, but then we figured out that it was not enough to describe whatever happens in the universe. But to figure out where the ball will hit you on the face or not, you usually are good enough with Newton. So the question is, why did I show you a pendulum? The idea was to show you that actually a very simple system was already not maybe understood, but actually used in a long time ago. So this is an example of a use of a pendulum in China in the year 130, so the Roman time for us. You realize that they were using a pendulum in a complex vessel. So you don't see the pendulum because the pendulum is inside this vessel. But the idea was that if you have an earthquake, the ground is moving in a specific direction, and this will actually make the pendulum, which is inside, moving, and by moving it will touch one of the ball that is inside. And if this ball comes out from one of these dragon and end up into one of the frog, you will be able to determine from which direction the actual earthquake come from. So that was the first reported use of a pendulum for actually a measurement, a scientific measurement in seismology, but that was long time back. Good point is that the Dutch were also doing a lot of work on pendulum, and the most famous work was done by Christian Huygens, and you can actually even visit his house next to Delft, where he actually understood the concept of the pendulum exactly as I described, and then he could use this knowledge of the period to build up clocks, very accurate clocks, much more accurate than what was existing before with Sen or others. And of course, as a good Dutchman, he patented it to make money out of it. And it's still, from that time on, we're able to have a much more accurate time till we get to reach the world of the quartz later on and on atomic clock. But that was the first time we could use the knowledge of pendulum and the understanding of the physics to actually do a very good instrument for reporting time.
Now the connection to the everyday life here at the university and our faculty. Well, actually, we still work on pendulum. Not the same type of mechanical pendulum. We're actually working on the quantum pendulum with my colleague here, Gary Style, that actually built a network of pendulum made of oscillators at the quantum level. So it's a very small structure here. And he's able to use this to be able to build next generation of quantum computers. So even the concept of pendulum is very old, as you noticed. We still use it in everyday research here with my colleagues. And as students in our faculty, you will be able to join these researchers or like me or like Gary for your BEP and your MEP, where you will be really do top science also for your thesis. So on that note, I would like to encourage you to join us, and I'm hopefully seeing you the first day in September here at Applied Physics. And I give back the floor to Roel. Thank you. Roel? Ja. Dankjewel, Roel. Dank voor jullie geweldige hoeveelheid vragen. We hebben meer dan 50 vragen ontvangen die we zo goed mogelijk hebben beantwoord in de chat, voor zover ze nog niet centraal behandeld waren. Dank daarvoor. Ik zou zeggen, blijf vragen stellen aan iedereen die je tegenkomt. Blijf zoveel mogelijk informatie verzamelen. Je ziet momenteel op het beeldscherm ook de QR-codes voor de informatie bij TN. Zoek dat op. Informeer je zo goed mogelijk over de mogelijkheden voor je studie. Hoe meer je uitzoekt, hoe kleiner de kans is dat je teleurgesteld raakt. Of toch net niet zit waar je dacht te willen zitten. Doe dat goed. Dank in ieder geval voor jullie aandacht van vandaag en voor jullie interessante vragen. Ik vond het fijn om deze presentatie te geven. En mijn collega's ook. Ik wens jullie heel veel succes met het kiezen van de juiste studie. En wellicht zie ik jullie in de toekomst hier in Delft. Ik zou dat in ieder geval heel leuk vinden. En daarmee sluit ik deze sessie. Goedemorgen allemaal.